Yo guys, Clash hier, met vandaag een nieuwe video en vandaag eigenlijk nog eens een normale CSGO video. Ik weet, ik heb een hele tijd niet geüpload, dat komt voornamelijk door school, wat er mee komt kijken, het schip en zo. Maar dat maakt niet uit, want wij gaan vandaag gewoon een spelletje spelen. Wij gaan iets super dom doen. Wij gaan solo queue. Oh, wat? Holy shit. Voila. Oh, 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 wat? Hallo. Let's go B. Say hi to YouTube guys. Oh, dat is sad. Oh, dat is vijandelijk. Ik kan nooit proberen. Say hi to YouTube. Hello, hello. Okay, thanks. Your kitchen. Holy shit, dat was een kapot mooi shotje. Dat is goed dat video heb staan. Ah! Nice. Die heb ik ook headshot. Lekker. Oh wow. He's lost. Nice. Let's rush B again. Oké, boys, dat begint hier al goed. En nog iets. Ik ben over het laatste jaar geweest. Dus dat betekent dat ik A15 ben natuurlijk. En dat een focus or even back zal houden. Oh, dat was de line-up. Nice. Last connector. Maar dat betekent dus ook dat de IJsberg Awards gaan uitgereikt worden. En dat is super nice. Want deze keer hebben er. Denk ik twee keer en half zoveel mensen gestemd dan vorig jaar. Dus vorig jaar waren het er 9 en nu 21. Oké. Oké, wat deed hij daar? Oh, daar. Ah, oh, fuck. Tor. I won the knife. Ah, oh, fuck. Nice. Dat was even stressy. Yellow, we don't hear you. Yeah. Well, rip. Oh no, we hear you now. Yeah, my mic was muted. Oh, zeg, dat is toch wel een grapje als hij die yellow, godverdomme. Nee, nee, geen een timeout. Durf een timeout. Echt. Ik heb mij aan het recorden als extra uitwerk. Nee, allee, jongen. Oh. Auw. Oh, voilà. Oké, nu is er nog één. Nee. Oh, wat? Maar hoezo was dat geen hit? Short. Voilà. Bitch. Oké. Showdown. Ah, jongen. Look, kijk. Last was spul, last was spul. Six. Was het hem dat ik erin niet zo verstaan? Nice. Geen AP? Nee. Fuck outsnipers. Ik snap echt niet waarom ze outsnipers in deze game hebben gedaan, dus zoiets stuk. Ik ga gewoon rushen, ja. Fuck dat. Sorry, mijn stem. Oké, right. Oké, wat? Ik kon even niet meer denken, what the fuck. Ah ja, mijn green is daar. Voila, een headshot. Had iemand die netshots gezien? Nou ja, want ik had gerecord. Zo ziet je maar, hè, dat ik alleen wel goed speel en als ik mijn vrienden speel, niet. Short. Oh, fuck. Jungle set. What the hell? Waar kwam die ineens? Ja, nu ga ik gewoon AK kopen. We zijn hier zwaar aan het winnen. Dat is goed, want dat is minder editwerk voor mij. Nee. Maar nu denk je waarschijnlijk van, als jij dat niet leuk vindt, waarom doe je dan YouTube? Ja, kijk. Snap je? Editen is wel nog ça va, maar soms zijn ze er gewoon wel bij. Want ja, ik doe nu al vrij lang YouTube. En na een tijd, ja, wordt editen soms wel een beetje saai. Want ja, bij een gaming video, op zich is dat altijd wel... Er doet nooit iets speciaals, nat, hè. Waarom zeg ik alleen aan het pushen met de bom? Oeh! Nice. Dat was vrij raar, die had een vrij harde patatreactie. No problem. Voila. Easy. Hey, wacht eens, waarom ligt de bom daar nou? Ik ga eens B pushen met een AWP en kijken wat daarvan komt. Ja, voila. Nice. Ah, fuck. Ja, dan denk ik weer dood. Ik weet nu hoe ik het moet gaan doen met de camper. Oké. Oh my, die had geluk. Ik schoot ook. Oké, 11-4. Of 4-11. Nou, voor ons 11-4. Goed, half.
let's go. Dus vandaag ga ik met mijn USPS Meme Lord wat hoofdjes stikken. Allee, dat is toch de bedoeling? Ah ja, ja, mijn hoofdje is getikt. Gatvis. Oké, in die valse B komen. Ik kan laten zien hoe je B moet defenden met een shotgun. Dus hier komt een mooi tutorial. Wat je eerst sowieso moet doen is gewoon een granaat in apartment smijten zoals ze een beetje gelid zijn. Want Mac 7 doen meestal 90 à 80 damage. Als je aan eerste granaat naadje opgooit. Yep. Ik ben tegen meer, met de bom. Oh. Nee. Fuck, maar come on. Nee, hoe kan die nou niet hebben? Oh, stom P90, steek die P90 naar dit, jongen. Ik weet het. Oh, someone's mad. Yes, indeed. Je laatste rondje. 4 tegen 5. Dat is een mooie kans. Oké, lekker. Maar nee, come on. Oké, GG. 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 Don't forget to send me your YouTube channel. Maar ik kan deze video wel afsluiten. Dus vond je deze video leuk? Was een blauw duimpje omhoog. Abonneer de volgende keer. En de volgende keer, oh ja, morgen eigenlijk, zijn de uitreikingen van de IJsberg Awards. Dat moet je zeker zien. Maar dat maakt niet uit. Ik zie je dan wel. En ik zeg ciao.